Oké, welkom bij Need for Speed 2015. Wederom weer een nieuwe Need for Speed game die we eens een keer gaan doen. En dit is de eerste Need for Speed game eigenlijk van de huidige generatie consoles. For Speed. We noemen het maar eventjes 2015 voor het gemak, omdat het in 2015 uitkwam. Dit is een game die ik nooit eerder heb gedaan, maar die waar. Dit is een game die ik nooit eerder heb gedaan, maar waar ik wel veel videos heb van gezien. Dit is een game die ik nog nooit eerder heb gespeeld, maar waar ik wel veel videos van heb gezien toen hij net uitkwam. En ik was altijd best wel onder de indruk van de graphics van deze game. Want Need for Speed heeft echt hele mooie graphics. Maar dat komt ook omdat deze game eigenlijk alleen maar in de nacht is. En volgens mij is het bijna ook altijd met een beetje regenachtig weer, of in ieder geval een nat wegdek, waardoor je altijd ook heel mooi de weerspiegeling hebt en alles. Maar ja, echt een hele grafisch mooie game. Ja, we gaan gewoon eens een keer kijken hoe deze game is. Ik heb geen idee of ik er een serie van ga maken. Waarschijnlijk niet, maar het is wel leuk om het gewoon een keer uit te proberen. Dus ja, laten we gaan kijken hoe Need for Speed 2015. Oké, ik hoop dat we zitten opnemen, want we kregen net even de melding dat het opnemen gepauzeerd was, omdat ik in een scherm was waar ik even moest inloggen. Dus dat accepteren we eventjes. Oké, speed list. Test your skills versus other players in custom tournaments. Ik weet niet exact wat dat inhoudt, maar we zullen allemaal van achter komen. Wat hebben we hier? Even kijken, even in de settings. Ik weet niet hoe de audio is, maar voor de zekerheid doe ik het altijd even ietsje lager. Aangezien ik natuurlijk aan het opnemen ben en ik niet kan checken zoals een livestream hoe het geluid is ten opzichte van de microfoon qua volume. Oké. Kan ik dit nog aanpassen? Ja, doe maar voor headphones. Play, I guess. All drive. Matchmaking. Gaan we online? Ik weet het niet. Ik weet niet wat het allemaal inhoudt. Speed list of all drive. Er is volgens mij ook een soort van campaign. Alleen ik weet niet echt hoe je daar komt of. Of dat bij all drive of speed list soort. Laten we voor all drive gaan. Dat is blijkbaar online. Maar volgens mij, misschien is deze hele game wel online. Ik weet het eigenlijk niet. We'll see. We kunnen zelfs onze telefoon beantwoorden met L1. Onze motor uitzetten, nitro, e-brake, invite crew. Need for Speed Network. Ja, ik weet niet echt wat ik doe, maar we komen er vanzelf allemaal wel achter. Je leert een game vanzelf wel een beetje als je het speelt. Maar goed, waarschijnlijk ga ik niet veel spelen. Ik denk ook niet dat dit een serie wordt of zo, maar ik vind het wel leuk om gewoon langs een paar Need for Speed games te gaan om gewoon zoals gedaan te hebben. Net zoals we de vorige keer Rivals hebben gedaan. Ik heb ook nog op de PS3 Hot Pursuit en Most Wanted. En we hebben ook natuurlijk nog Payback en Heat. Als delen die hierna nog komen. Dus volgens mij is het op 2 na nieuwste Need for Speed game. Maar als je het kan zien, ziet het er grafisch echt heel fraai uit.
Maar sowieso, nacht en regen is altijd mooi. Dat vind ik in het echt ook. Als het donker is en het heeft geregend en alles is nat en je kan alles zien weerspiegelen, is echt heel vet. En dat geldt ook voor graphics in een game, naar mijn mening. Gotta come and check this out. There's some big names in town. I'll introduce you to my guy Travis. He's got a bunch of cars he's trying to get rid of, man. No sweat. High time for an upgrade. Just saying. I'm Spike. I'll see you there. Yeah. All right. Dat is Spike. En ik vind het ook wel heel vet hoe ze de cutscenes hebben gedaan in deze game. Het ziet er echt zo vet uit. Meet Spike at the club, okay. Hier zijn we dan dus voor het eerst in controle. Oh, it's Spike. I thought I'd ping you on blah. This place is jumping. Seriously, there's some major personalities in Ventura tonight. Keep your eyes open when you arrive. This place is kind of hard to find. On purpose, you know what I mean? So I fired you a link, so check your map. Oké, okay. Ik ga toch de audio iets hoger zetten, want ik denk dat het wel gewoon goed is. Ik denk dat ik de audio wel even iets hoger kan zetten, want het klinkt redelijk zacht. Dus het zal wel goed moeten zijn ten opzichte van het microfoongeluid. Dus als ik dat via hier kan doen, wil ik dat wel even doen, maar zo te zien is dat wellicht niet mogelijk. Dit is de map. Maar heb ik ergens settings? Ik weet het niet. Zo te zien kan het niet vanuit het pauzescherm. Maar we gaan even kijken wat we hier te doen hebben. Ja, ik moet wel zeggen, ik vind het echt mooi hoe ze deze game hebben gemaakt met de cutscenes. Het geeft je echt gewoon een beetje de vibes van het nachtleven. Looking smooth, man. That's good. There's some real people in here tonight. Come on, I'll take you meet my guys. Come on. Daar hebben we Spike. Ah, look what the cat dragged in. Who's Bambi? This Bambi just busted a 500 foot drift right through the I-5 intersection over Turner, man. Nou, dit opscheppen. Must have been something. Haven't seen Spike this hype since. Well, he's always this hype. That's why you love me. Robin, good luck trying to keep up. Thanks. He'll do just fine. Matter of fact, I'm taking him to meet Travis right now. Maybe shift one of those rides taking up all our space. Come on, man. Okay. Kijk, de garage. That's Amy. Isn't she lovely? Ooh, love you too, bae. Wat een liefde. Travis, yo, someone I want you to meet. Oh yeah? Tell me why. You should have seen this guy, man. Control off the hook. Ja, ik ben de Drift King. Well,
You seem to have caught the eye of Speed Racer over here. Truth, man. This one's a helmsman. You picked a good time to re-up. There's some top-grade talent in town who's ready to make history. Serendipity, brother. Stars aligning. Never a better time to start a project, Bill. So whatever's happening under that ribcage in here, it's time to start expressing it out there. Need the main water, by the way. With a lens. Take him out for a shakedown. Maybe one of these mongrels will take a shine to you. Ah, welke kiezen we? De Ford Mustang, Fox Body, Honda Civic Type R of de Subaru BRZ Premium? Ik ga denk ik voor de Subaru. Yo! Welcome to the clan, brother. Thanks, man. Kijk, daar hebben we de sleutels. Nice, right? Zeker. I just need you to listen to it. Make sure she's purring like she's supposed to. What's up, man? Please, please. Oh. She's parked just outside. Spike, come on. Like I said, I got guys with no trust fund paying full price for this, so. Really? It's like that, huh? It's like that. Wait. There. Wow. Wow. I feel so much better now. Oh, I'm good for it. You know that. Dad's good for it. Easy. This jacket was like $1,200. Exactly, man. Oil, man. Don't matter if you're the best damn driver this side of the 101. As far as she's concerned, don't mean a thing if you ain't got that green. It's very poetic, and that is also true, so. You ready to make some house calls? Come on, man. I'll meet you out front, and we'll give you the tour. All right. Oké, we gaan racen tegen Spike en Amy. Met onze nieuwe Subaru. Laten we kijken hoe zij rijden. Het zijn de camera-engels die we hebben. Ik hou hem al gewoon in derde persoon. Waar heb ik... Oh, dat is de rem. Nou, ik heb geen nitro. Oké. Dat hebben we niet in onze auto gezet. Ik weet niet... Misschien dat ik de handrem kan gebruiken om een beetje te driften. Ja, voor nu is het natuurlijk gewoon nog een rechte lijn. Maar voor de graphics zijn wel echt mooi. Oké, voorbij een Amy. Zij heeft duidelijk wat langzamer auto. Als we de afslag hier nemen. Waar is de driftknop? Daar, maar ik kan hem niet echt opvangen. Oh, zit ik helemaal tegen de stoeprand aan. Oké, deze auto is... Niet het allersnelst. En we liggen nog steeds achter Amy en Spike, kom op. Oh, er staat een auto midden op de weg. Oh, ik moest linksaf. Ik was niet aan het opletten. Wacht, kan ik dit restarten? Nee. Ja, ik ben helemaal de verkeerde kant op gegaan. Yo, sorry. Hier was de finish. Snap that skinny frat boyfriend in half. Oh, come on, little kid. Give me some love. Don't let his appearance fool you, man. This beast is real nimble behind the wheel.
Name's Emmanuel. Hi, Manuel. I asked too many syllables for these fools. No, call me Manny. Oh, strong grips, huh? There you go. This is Fred, Norwegian Hammer. What up, buddy? Yo. Frederick. All right. Are we going to find some trouble or just stand in a circle and make fun of Spike? Ooh. I'm cool with either. Yeah, who today? Who's hungry? I've only had one dinner tonight. I'm starving. Seriously, like where did it go? You eat like he should. Yeah, Robin, any more dinners and you're going to bottom out. Shut up. Fine, smartass. Last one to the diner. No. Last one to the diner picks up everybody's tab. What? De attitude bevalt me wel. Gaan we nu doen. Front wheel drive, don't even bother trying to donut. Won't happen. Dat klopt. Diner Dash. Get that wallet ready, Spike. Yeah, Spikey. I'm getting me one of them fancy burgers. Think again, fool. Oké, we gaan nu met z'n allen even racen. Hopelijk kruik deze keer niet van de route af. Alleen ik heb echt niet de meest snelle auto volgens mij. Dit voelt best wel langzaam. In ieder geval zijn we er eentje voorbij. Maar kijk hoe vet het is. Echt een mooie game. Oh, dat was wat minder mooi. Oké, in de slipstream bij Robin. Kom op, ik ga 177. Dit is echt een langzaam ding. Daar heb ik weer het muurtje. Ik ben niet zo gewend met rijden op een controller en het sturen voelt een beetje gek. En ik wist niet dat we daar zo scherp naar links gingen. Oh, dat is de finish al. Deze races zijn echt kort. Ik heb toch helemaal geen tijd om tijd goed te maken als er geen bochten zijn. Nobody order anything over 5 bucks. It's a diner. Everything's over 5 bucks. And no dessert, man. I'm gonna have to get out there and find some competition. Oké, we racen gewoon naar het restaurant toe. I was thinking of heading back up to the club. You should come. Do what? The streets were slick and the night is young. I'm racing tonight. No. I'm gonna head back to the shop. You wanna tag along? We can sure. Some space. Ooh, she gonna spiff you up, bruh. Jealous, Spikey? Yeah, I like I'm jealous of people who drive at the speed limit. Thanks. Oh yeah, he had someone to meet. What is it for spill? Yeah, not the hustle. Magnus Walker's in town. You see him and Travis talking. I don't know. Coffee or so. So that's why Spike's in a hurry. Take with destiny, my man. Tonight we ride. You can show us what you're really made of. Yeah. Diegene daarachter lijkt een beetje op mij. In ieder geval qua haarstijl. Nou, een klein beetje dan. Waar gaan we nu heen? Oh, we zijn nu los in de map. Of we moeten ergens heen. Ik heb ook geen idee waar ik deze video ga beëindigen, maar... Ja. Nu kunnen we in ieder geval eventjes een beetje vrij rijden. Maar... Vinden jullie ook niet gewoon dat... Deze game er gewoon vet uitziet? Ik bedoel, sowieso de cutscenes natuurlijk, maar zelfs dit ziet er eigenlijk gewoon bijna levensecht uit. Natuurlijk op YouTube zien jullie het niet zoals ik, want... Nice. Werd er nou aangereden? Volgens mij wel. Echt een grafisch mooie game. Maar het is natuurlijk wel altijd nacht. Phone calls. Met Amy at Courage. Oké, we gaan naar Amy. Even de drift oefenen. Ah, die was wel redelijk. Oké, ik denk dat ze bij Amy zijn dat ik dan de video ga beëindigen. En of ik ooit nog een verdere video van deze game ga maken, dat ga ik van jullie laten afhangen. Dus let me know in de comments. Wil je een deel 2 zien van Need for Speed? Of dat is zo mooi geweest. Want dit is natuurlijk niet echt mijn game. Ik ben niet zo heel erg van de arcade race games. Ik speel liever games zoals F1 en Porsche Cars en zo. Maar het is natuurlijk wel eens leuk om gewoon eens wat andere dingen te doen en andere dingen te ontdekken. Dus ik laat ook een klein beetje afhangen van jullie respons. Want als er natuurlijk niet echt adem over is, dan is het denk ik niet waard om er veel tijd aan te besteden. Maar als dat er wel is, dan kan ik dat natuurlijk wel doen. Hoe ver is het dan niet rijden?
die afstanden net waren allemaal heel erg. Mag ik iedereen? Dank je. Net waren die afstanden steeds heel erg kort, maar die garage is toch een stukje verder. Sorry, ik hou ook echt alles over. Oh, daar is het. Dat valt mee. Oh, taxi, sorry. Ik heb een mooie auto, dus ik heb voorrang. Ook al kwam hij van rechts. Ik vond dat ik voorrang had. Ben ik er? Ja. Enter the garage, oké. Okay. R1 button. Ook wel eens een keer naar de wasstraat trouwens. Ah, kijk. Ze hebben hem al schoongemaakt. I can hear you creeping out there. Yeah. Touch my playlist and die. Oh, hey. Travis mentioned you worked a couple cars yourself, so that's cool. Okay. One house rule. Use whatever tool you want, honestly. Just put them back where you found them. Okay. Other than that, knock yourself out. Nice. Oh, this is my latest obsession. Here. Nice, nice. Zo, dat ging zeker goed. Netjes. Is going to be my master build. I can feel it. I want it ready for Nakai-san to see before he leaves the city. Props from an artist like him could really put this shop on the map, you know? Ah, mooi ding. Okay, well, I'm done. I'm gonna head out. Maybe catch Spike. Oh, Travis shifted those rides, so there's space for you now. And you should take it before he replaces that junk with more junk. It's a good time to get your head straight, you know? Plan your build. Channel your vision. Whoa, starting to sound like Travis. Okay, I'm gone. I'm out. Have fun. And maybe I'll see you out there, yeah? Oh, come and, put the tools back. Is goed. Later, man. Later. Alright. Dan ga ik hierbij beëindigen. En zien we de volgende keer wel weer. Als ik het nog een keer ga doen. Hoe deze campaign verder gaat. Ik heb in ieder geval mijn eerste trofee gewonnen. Home is where your car is. In plaats van home is where the heart is. Anyway, thanks voor het kijken naar de first impressions van Need for Speed. En dan zie ik jullie wel weer in de volgende. Mazel.